Zo help jij jouw klanten om te groeien met hun bedrijf als VA. Toen ik als VA startte, was een van mijn doornen in het oog dus dat heel veel ondernemers kansen laten liggen om te groeien. En juist dat is waar zij jou voor willen betalen en goed voor willen betalen. Hè? Dus in het begin, toen ik als VA startte, had ik heel weinig kennis. Ik ben nieuwe kennis op gaan doen, ik ben gaan investeren. En ik ben het steeds gaan toepassen in het bedrijf van mijn klant. Dat vonden ze echt fantastisch, want mijn klanten hadden helemaal geen tijd om die nieuwe kennis op te doen op die speciale vlakken. Omdat zij zijn goed in wat zij doen. En die randzaken, die ontwikkelingen daarin, daar hielden zij zich helemaal niet mee bezig. Dus ondernemers laten heel veel groeikansen liggen en willen echt hulp daarbij. Nou, wat je allereerst daarvoor kan doen, is zorgen dat zij een continue stroom aan klanten krijgen. Dus echt een lead generatie. Oftewel, het werken met funnels, hoe je het ook noemt, sales funnels, lead generatie, is super belangrijk. En daar laten ze vaak al heel veel kansen liggen. Dat betekent goede content marketing, ads inzetten, webinars geven, presentaties, e-mail marketing, noem het maar op. Dan moet het goed strategisch doordacht plan liggen. En jij kan daarbij helpen om mee te denken met jouw klant. Hè? Daarbij is het belangrijk natuurlijk dat ze de goede doelgroep aanspreken, de juiste content marketing wordt toegepast. En dat alles, het hele strategische plan, goed doordacht is en consequent wordt ingezet. Dus je kunt je klanten helpen door continu te zorgen dat zij in de actiestand blijven of continu zorgen voor verbeteringen. Als je gaat testen, gaat meten, moet je ook verbeteren. Want het wil niet zeggen dat als je één keer zaait, dat je meteen kan oogsten. Er komt veel meer bij kijken. Hè? De volharding daarin, consistent zijn, consequent zijn, zijn super belangrijk. En testen, meten en aanscherpen. Daarbij is het ook belangrijk dat jij je klant wellicht moet coachen, moet helpen om dat vliegwiel aan de gang te houden. Hè, dus op dat stuk zoeken ze ook echt een sparringpartner die echt samen zorgt voor groei van het bedrijf. Als je kijkt naar mijn verhaal, ik heb mijn klanten altijd geholpen met dit soort dingen. Ik vond het super leuk om te weten, hey, wat kunnen we nog meer doen om te professionaliseren, om klanten beter te helpen, om te groeien, om die expertstatus in de markt te krijgen. En dat was de reden waarom zij bij mij klant werden en klant bleven. Alles wat erbij kwam kijken, alle strategieën, het meedenken daarin, dat is echt super waardevol voor ondernemers. Dan ben je echt goud waard. Dus zorg dat je die skills leert en dan kun je ook steeds verder je uurtarief opschroeven. Nou, ik ben benieuwd of jij het super leuk vindt om met klanten mee te denken op dit level. En ja, laat me het weten hieronder.